gerealiseerd. Niet eerst. Ja. Kom klaar. Een hele mooie tijd. Dicht in de buurt van vorig jaar. Heel goed gedaan. Dylan Lucas, opnieuw winnaar. Heel goed gedaan, Dylan Lucas. 8 minuten 50. Ja, Dylan Lucas uit Hogeveen. Oh ja. Ja. Over 2 kilometer. Dus winnaar Dylan Lucas, tweede Jordi Alving en derde is Christian Meisjes uit Schoonhoord. Prima gedaan, Christian. Ja, heel goed. Bij de meisjes, prima, gefeliciteerd Marije, in een tijd van 9:46. En Emma Jolving voor tweede. Emma, van harte gefeliciteerd met jouw tweede plek. Lotte Hamers voor derde. Dus de prijswinnaars bij de heren en bij de dames zijn bekend over 2 kilometer, categorie 9 jaar. Marije, Emma en Lotte, dat is ook een heel mooi podium voor de meisjes tot en met 9 jaar. We moeten nog even op koel wachten. Emma, kleurvoud. Hou je mee op? Anouk Alding zagen wij de finishlijn. Ik ga nu de finishlijn zien passeren. Anouk Alding, Manoes Jongepier, Michiel Hollander, Liesje Scholing gaat over de finish. Prima gedaan hoor, een hele mooie tijd van iets meer dan 11 minuten. Michiel, Liesje, Manoes, Anouk Alding, Elma Drijfhout zagen wij de finishlijn passeren. En applaus voor de volgende deelnemers. Wij waren wel snel. Ellen Meijering. Is afgevallen. Die vorig jaar 13:15 en nu, moest je kijken, bijna 2 minuten sneller gedaan. Heel goed gedaan, Ellen. Danisha Hamma. Isa Edelkamp met u de laatste.
even naar. Ja. Wij starten zo dadelijk met de volgende loop. Dat gaat over de categorie jongens tot en met 12 jaar. Heeft iedereen de chip aan zijn schoen? Ja? Maar even een moment hoor. Niet te snel. We moeten even alles goed organiseren bij de start. Dat we de tijd goed registreren. Dan moet je even verderop, joh.